Nederland is een van de landen die het best, waar iedereen het best verzekerd is van allemaal. Wij kennen in Nederland brandverzekeringen, autoverzekeringen, veeverzekeringen, alles verzekeren wij in Nederland. Dat was 60, 70 jaar terug totaal anders. En toch zocht men zekerheid in de beroemde veefondsen of paardenfondsen. Anton, veefonds, kun je er iets van vertellen hoe die opgericht werden, wat de bedoeling daarvan was? Hoe dat die opgericht is, dat weet ik niet, want dat was al, ik denk al voor mijn tijd. Ja. Maar hoe het gelopen is, dat weet ik wel ongeveer, want die koeien die worden meestal in het eerst misschien getaxeerd als ze opgeruimd moest worden, ja. Benant als ze geweegd aan en benant worden ze dan ook uitbetaald. Ja. Maar naar de rand worden ze ook met inschrijving aan zo'n rotslager, zou ik maar zeggen, ja. Op een bedrag ingeschreven en dan mocht hij helpt joh, die koeien die weg moesten, die de veearts een brief geschreven en ze afgekeurd worden, ja. Kon hij moest hij één in vuur betalen en dan kon hij job komen halen. Ja. Maar dan moest hij wel leven, ik zeg. Ja. Het ging er eigenlijk over, je had maar 3 of 4 koeien, eigenlijk verzekeren als ik die ramp mij overkomt van de dak, een stukje zekerheid. Een nieuwe koei komen kopen. Ja. Ja. Maar Henk, nou gebeurt dat, bij jullie gaat de koe dood, je kreeg dus geld van de veefonds, maar nou gebeurde er iets met die koe. Als hij ziek was en ging dood van de ziekte, dan ging hij een ander traject in als dat hij niet ziek was toen. Dan ging je naar de strukken. Als je ziek was, ging je naar de strukken, want dan was het vlees eigenlijk niet meer geschikt. Waardeloos. Ja. Als je niet ziek was, hij brak in de poot, wat gebeurde er dan? Dan ging je naar de veefonds, hè. Dan kon je voor de veefonds weg. En dan werd hij geslacht? Dan werd hij door een slager opgekocht. Ja. Die had een vast contractperiode, denk ik, voor die veefonds. Ja. En die nam dan die koeien af, hè, tegen een bepaald bedrag. En de veefonds kreeg het bedrag van hem. Juist. Dat was eigenlijk de schadeloosstelling. Juist. Ja. Maar Evert, ze gingen naar een rotslachter. Het woord zegt het al een beetje. Ja, dat was schandaal, denk ik. Ja, maar die had hij ergens mee verdiend natuurlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Van hoofd uit Lieshout. Evert, het waren eigenlijk 2 trajecten. Een koe die ziek was, die ging naar de structor. Overleden was van, aan een ziekte, die ging naar de structor, dood was. Een koe die bijvoorbeeld een poot gebroken had, zo, die bleef bij de veefonds. Daar vlees, daar gebeurde iets mee, of de opbrengst. Ging het altijd volgens dat patroon, of? Ja, ik denk het wel. Ja, het feit dat je lacht zegt al dat er wel eens binnen. Ja, het is zo, als een koe op de wagen kan lopen, dan moest je meenemen. Ja. En wat hij dan markeerde, dat maakte niet dat uit. Dat maakte niet uit, ja. Maar dat betekent dus eigenlijk, een zieke koe, dan nam je niet het risico van, ja, we eten straks slecht vlees. Jawel, want die ging naar Bels en die werd er geslacht. Werd ze goedgekeurd, dan kan ze weer terug. In België werd dat vlees weer goedgekeurd. Ja. Ja. En dat was verder geen probleem, dat was het normale traject eigenlijk. Ja, dan kwam hier tussen al die goeie en dan hadden wij misschien ook wel een stuk knop, dat weet ik niet. Dus kan ik zeggen dat we eigenlijk vroeger ook al wel eens vleesschandalen gehad zouden hebben. Ja, als de krant erop gezien had, dat wel natuurlijk wel.